Welkom bij Wereldkruiden. Wij zijn u graag van dienst om de beste kruidenmix voor u samen te stellen. Wij bieden een breed en diep assortiment aan van diverse kruiden, oliën en honingen. Kijk op onze website www.wereldkruiden.com of bezoek onze vestigingen in Rotterdam en Amsterdam. Nieuw, binnenkort geopend in Amsterdam-West, restaurant Grillies. Beleef het barbecuegevoel van vlees en vis. Bezoek Grillies voor heerlijk eten. Meer info over de opening, kijk op www.grillies.com. Subhanallah, je stelt helemaal niks voor. Ik ga dat absoluut niet vertellen. Absoluut. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Nagil Elia. Voor de allerlekkerste dadels en voor de unieke dadeltruffels, chocoladedadels en dadelkoekjes. Ga nu naar nagilelia.nl en ontvang 10% korting op de hele bestelling met code SALAHTIN. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alameen, wassalatu wassalamu ala rasulillah. We gaan het hebben over Abu Bakr as-Siddiq. En dan komt natuurlijk de vraag bij jou en bij mij, wie is Abu Bakr as-Siddiq? Abu Bakr as-Siddiq was de grootste en beste vriend van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr as-Siddiq was emir al-mu'minin, leider der gelovigen. Om zijn karakter duidelijk te maken, kunnen we natuurlijk wel allerlei eigenschappen gaan benoemen. Maar er is een verhaal die werkelijk waar aan ons gaat laten zien hoe bijzonder zijn karakter was. Niet zomaar dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat na de boodschappers, na de profeet en de boodschappers, dat Abu Bakr as-Siddiq de mens is met de grootste en sterkste iman. Zou je de iman van Abu Bakr in de ene kant van de weegschaal doen en de iman van de hele mensheid aan de andere kant doen, behalve de boodschappers en de profeten, dan zou de iman van Abu Bakr as-Siddiq zwaarder wegen. Subhanallah. Ja, Sahbi, de Ili die mij op de zaak aan het werk was, hij is overleden, Sahbi. Je doet het geer voor mensen, ik ga nooit meer een illegaal aannemen, broeder. Luister. Jij bedankt, sinds ik jou ken. Ik heb nooit wat fatsoenlijks gezegd, alleen maar onzin. Het is meer een geffing. Ik riskeer ibadallah een boete. Ik riskeer een zaak gaat sluiten. Eindstand voor wat voor zo'n vieze Ili uit Spanje. En ergens is, ik moet er nog voor opdraaien ook, dat is het allerergste. Volgens mij had jij beter in zijn plaats kunnen gaan. Allah, kijk, ik ben helemaal klaar met jullie. Later. Op Allah. Assalamu alaikum. Waalaikum salam, bro. Alhamdulillah. Vraag je, die jongen uit Spanje, Ilias, is hier. Ja, ik heb hem gewassen, ik heb hem gezocht. Even een vraagje, wie ben jij? Ik ben degene bij wie die werkt. Een soort van zijn baas. Je bent de baas, oké. Ja. Oh, ik had gehoord van die ogenval, was bij jou op de zaak, toch? Ja. Wat is nu de bedoeling? In ieder geval, ik heb hem gewassen. Hij zit in de kist, ik heb hem in de koeling gestopt. En ik wacht op de betaling. En wie gaat dat betalen? Ik ben zijn werkgever, dus ik ga ervan uit dat u gaat betalen. En wat kost dat? 8,5. 8,500? Nee, 8,500 euro. 8,5? Ja, bro. Murad, salam alaikum. Alaikum salam. Er is een man overleden in Haarlem. Ja. Kunnen we morgen inpellen om 3 uur? Ja, dat kan. Ja, gaan we doen. Maar gewoon morgen om 3 uur in. Ja? Toen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam overleden was, wie werd de khalifa? Dat werd Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Hij was de leider van de moslims in Medina. En wat deed Amir al-Mu'minin? Elke dag na Salat al-Fajr ging hij weg. En niemand wist waar hij naartoe ging. Abu Bakr as-Siddiq liep dan weg, Medina uit, helemaal ver weg de woestijn in. En dit deed hij maandenlang. Maandenlang na Salat al-Fajr. Amir al-Mu'minin, leider der gelovigen. Alsof je nu zou zeggen Joe Biden, of je zou zeggen premier Rutte, of wie dan ook, of Poetin. Die lopen weg uit hun paleis of uit hun werkkamer. En hij ging weg uit Medina en hij ging dan de woestijn in. Waar hij naartoe ging, wist niemand. Omar ibn al-Khattab,
En dat is natuurlijk ook een gigant van een metgezel. En deze Omar ibn al-Khattab, die wedijverde altijd in het goede met Abu Bakr Siddiq. Dus hij was nu nieuwsgierig naar wat Abu Bakr elke ochtend ging doen. En wat deed hij? Hij achtervolgde hem. Hij bleef op geruime afstand van hem, dat hij niet zou zien wie er achter hem zou zijn. En hij zag hem lopen. Hij liep achter hem aan, totdat hij ergens bij een of ander hutje, een of ander klein huisje of wat dan ook kwam. En daar ging Abu Bakr Siddiq naar binnen. En Omar vroeg zich af, wat doet hij daar? En hij bleef urenlang wachten. En na een lange tijd, totdat de zon helemaal op was, totdat het helemaal licht was, kwam Abu Bakr Siddiq. Emir al-Mu'minin, hè? Let goed op, dit is de leider der gelovigen. Emir al-Mu'minin, die kwam en die ging weer terug naar Medina. En Omar ibn al-Khattab die denkt bij zichzelf, wat is dit? Hij ging naar het huis, hij klopte aan en er werd voor hem opengedaan. En daar zag hij een oude vrouw, een oude blinde vrouw. En hij vroeg aan die oude blinde vrouw, wat deed deze man bij jou? Mag ik jou vragen wat hij hier komt doen? En die oude blinde vrouw zegt tegen hem, deze man komt al een hele lange tijd. Elke dag in de vroege ochtend na al-Fajr komt hij bij mij. En hij maakt mijn huis schoon. Hij kookt voor mij. Hij wast de kleren die ik heb. En hij maakt eten voor mij en voor deze weeskinderen die hier ook zijn. En als hij dan alles heeft gedaan, hij kneedt voor mij brood. En als hij dan alles heeft gedaan en brood heeft gebakken en alles heeft gedaan, gaat hij weg. En de volgende dag komt hij weer en doet hij weer hetzelfde. Omar ibn al-Khattab denkt bij zichzelf, wat is dit nou? Subhanallah, doet Abu Bakr Siddiq dit en niemand die dit wist? En hij zegt tegen haar, weet jij wie die man is? En zij zegt, wallah, ik weet echt niet wie die man is. Ik weet alleen dat deze man bij mij komt en mij en deze weeskinderen verzorgt. En eten voor ons maakt en het huis schoonmaakt en eigenlijk al het werk uit mijn handen neemt. Subhanallah. 8.500 amok atas. Wil je miljonair worden op mijn rug, neer? Allereerste, hij werkt niet eens zo hard. Ja. Dat is één. Hele dag Netflix, hè? Dronk expres alle Red Bulls op. Iets Jacqueline, maar Red Bulls. Ja? Die kerel, die kostte mij juist extra salaris. Dit is een straf, ibadallah. Dit kan niet, amok. Kan niet. Hshoma, alleen hshoma. Als eerste broer. Ik zal weer hazen, meneer. Dat is. Hshoma, alleen hshoma. Wat gaan we regelen? Ja, ik ga er gewoon vanuit dat u gaat betalen. Ik ga dat absoluut niet betalen. Als je niet gaat betalen, dan is er wel iemand die het gaat betalen. En wie dan? Dat is Allah subhanahu wa ta'ala. Oh. Subhanallah. Nee, maar zo gaat dat niet. Broeder, barakallahu fik, alle respect. Het gaat hier om een overleden broeder van ons. Het is een moslimbroeder van ons. Als jij maar heel leuk. Luister, broeder, als jij een beetje rahma hebt en je bent een moslim, dan kom je ook hem tegemoet. Oké. Ik zie elke dag inzameling doen voor illegale. Bij deze gaan we ook doen. Klaar, that's it. Laten we het gewoon heel eerlijk houden. Zo gaat het niet, broeder. Niet iedereen kan bij mij komen omdat ik inzamelingen voor iedereen doe. Nee, ik doe alleen inzamelingen voor mensen die helemaal niemand hebben. Die echt ook staan om op punt of gecremeerd te worden. Nee, ze is een broeder van ons. Hij heeft bij jou gewerkt. Oké. Geert, ze hadden alle respect voor de respect overleden. Respect voor mij, hoe zit dat? Wat broeder, doe je respect? Ik heb respect voor de overleden. Als je niet wilt betalen, ga maar lekker naar huis. Ik betaal niet. En nu? Ja, wat dan betaalt Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla la quwwata illa billah. Beste mensen, en dan zijn er natuurlijk gewoon genoeg die denken dat ze wat voorstellen in deze tijd. Omdat ze een beetje roem hebben, omdat ze een beetje geld hebben. Subhanallah, je stelt helemaal niks voor. Vergeleken met mensen zoals Abu Bakr Siddiq, vergeleken met mensen zoals Omar ibn al-Khattab. Laten we het niet eens over de profeten hebben of Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Blijf bescheiden. Toon die arrogantie niet, want je bent niks. Je bent een stofje in deze onmetelijke heelal. En Allah subhanahu wa ta'ala, het enige diegene wat voorstelt, is iemand die omwille van Allah subhanahu wa ta'ala zich nederig opstelt. Ik ben geen wereldleider. En wij zijn geen wereldleiders. Maar wij zouden dit niet eens kunnen doen. Zouden die mensen die een beetje geld hebben gemaakt en die in auto's rijden en die zichzelf heel wat voelen, zouden die als een werkster gaan werken bij iemand? In de vroege ochtend? Alles opzij zetten? Hun zogenaamde belangrijke bezigheden aan de kant zetten om te gaan schoonmaken bij een blinde vrouw met weeskinderen? Zouden deze mensen zoiets doen? Ik dacht het niet. Subhanallah. En dan moet je eventjes in perspectief zien. Dit zijn mensen die niks voorstellen, die een klein beetje geld hebben gemaakt. Zodra ze geen succes meer hebben,
is iedereen ze vergeten, stellen ze niks meer voor. En dit is Amir al-Mu'minin, leider der gelovigen, tot waarover tot op de dag van vandaag en in de komende eeuwen nog gesproken gaat worden. En deze man voelde zich totaal niet te groot om te gaan schoonmaken, beste mensen, bij een blinde vrouw met weeskinderen. Om brood te gaan kneden. Om bij wijze van spreken het toilet schoon te maken. Subhanallah. La ilaha illallah. Dit is echt iets waar wij stil bij moeten staan. Want arrogantie zorgt er echt voor dat jij de dingen niet meer helder ziet. Arrogantie zorgt ervoor dat jij gaat denken dat je wat waard bent. Terwijl jij werkelijk waar niks waard bent. En als jij op een gegeven moment denkt alsnog arrogant te gaan willen doen, als er iets in jou gaat bewegen dat je denkt van, hé, ik ga nog wat doen, denk dan eventjes aan Abu Bakr Sadiq. En dan weet ik zeker, hè, als jouw hart op de juiste plek is, dat heel snel die arrogantie weg is.